En dan wil ik toch, als ik mag, meneer de voorzitter, doe dat ook heel graag. En laat mij beginnen vanuit, de micro staat aan, dus dan kan dat ook nog meegenomen worden. Laat mij beginnen vanuit de werkzoekende die uitkeringsgerechtigd is. Je hebt dat vorige week nog gezien. Het een of ander dagbedshof heeft gezegd, dat moet met een aangetekend schrijven. Dus ik neem die er nu even bij. Hij reageert niet. Op een bepaald moment komt dat aangetekend schrijven, wordt dat verzonden. Heb je weer de kans, hij reageert erop. En dan komt hem terug naar de persoonlijke dienstverlening, als hij reageert. Nou, op die aangetekend schrijven, of hij reageert niet. En dan krijg je hier een sanctionering. Dus het enige cijfer dat ook mijn federale collega heeft aangehaald, wat dat ook in de vraagstelling komt, is dat cijfer. Wat die 697 of 670, daar gaan we niet over zeveren. Daar kan ik u zelfs nog uitleggen waar dat verschil zit. Maar dat is dat cijfer. Nu, dat is niet juist. Want de federale wetgeving zegt wat de sanctie is. En dat sanctie, dit is sanctie en dat is sanctie. Maar dat maakt het wel ingewikkeld. Ik weet ook niet waarom dat je dit actief noemt en dat ander passief noemt. Ik weet het niet. Ik kan het u niet uitleggen. Dus als er nu, in de toekomst, nog iemand durft alleen dat cijfer zeggen, dan is hem toch van kwaaie wil. U heeft net gezien dat ik mij een paar keer naar die microfoon heb begeven. Het was met de bedoeling om de voorstelling die de minister heeft gegeven, om die in beeld te brengen. Via de YouTube-applicatie is dat niet al te veel gelukt, maar er is mij daarnet gezegd dat via Vlaams Parlement TV dat wel goed gelukt is. Dus diegene die de presentatie wil nakijken, kan dat via Vlaams Parlement TV doen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.